Deze piramide is gebouwd door troepen van Napoleon en staat niet in Egypte, maar in Nederland. Hallo luidjes, we're back. En vandaag het verhaal van de piramide van Austerlitz. We beginnen eind 18e eeuw. De Oranjes waren door de patriotten en het Franse leger het land uitgeschopt. En in de jaren erna was Nederland onder andere onderdeel van het Franse Rijk onder Napoleon. Om zijn veroverde gebieden te verdedigen, stuurde Nappy in 1804 de generaal Marmont naar de Nederlanden om daar een leger op te bouwen. Marmont startte midden in het land kamp Dutrecht, waar hij de tamelijk zwak getrainde Nederlandse soldaten om wist te vormen tot een groot en goed getraind leger. Om verveling tegen te gaan en ter ere van de Napster liet hij de soldaten in 27 dagen een piramide bouwen genaamd Mont Marmont. Als inspo nam hij de piramide van Gizeh, want Mar en Nap waren een paar jaar daarvoor hashtag lekker met de mannen op veldslag VK in Egypte. Yes. Een jaar later trokken Marmont en zijn troepen richting het huidige Tsjechië en hielpen daarbij de overwinning van de slag bij Austerlitz. Dit was een van Nappies briljantste veldslagen en vanaf toen waren de piramide en het naastgelegen dorp vernoemd naar deze slag. Oh, en hoe de Oranjes trouwens weer terug zijn gekomen als koning van Nederland en België is een verhaal voor een andere keer.